Hallo allemaal, in dit filmpje wil ik je wat meer gaan uitleggen over de begrippen positieve en negatieve vrijheid, zoals dat omschreven wordt door politiek filosoof Isaiah Berlin. Hij schreef daar een geweldige essay over, dat heet Twee opvattingen van vrijheid, in het Engels Two Concepts of Liberty, waar ik zelf in ieder geval ongelooflijk veel aan heb gehad en ik denk ook dat je dit heel goed kan toepassen in de context van ethiek en economie. Om te beginnen, wat betekent nou eigenlijk vrijheid? Wanneer ik dat normaal gesproken aan mijn studenten vraag, krijg ik meestal het antwoord: vrijheid is voor mij een situatie waarin ik zelf kan bepalen wat ik doe en zelf ook kan bepalen op welke manier ik dingen wil gaan doen. Zonder dat iemand van buitenaf mij daarin aanstuurt of daar een mening over heeft of zich daar al te veel mee bemoeit. Nou, dat is eigenlijk al een perfecte definitie bijna van negatieve vrijheid. Want negatieve vrijheid betekent dat ik kan doen en laten wat ik wil zonder dat iemand zich daar mee bemoeit, om het zo maar even plat te zeggen. Het woordje negatief betekent dus niet iets vervelends of iets slechts of zo, maar betekent simpelweg de afwezigheid van de invloed van buitenaf. Ik kan gewoon zelf helemaal bepalen, autonoom, wat ik wil doen en hoe ik het wil doen. Nou, daar staat dus tegenover positieve vrijheid. Daarbij grijp je juist wel in iemands leven, omdat je een situatie wil creëren waardoor die persoon juist op de lange termijn veel beter diens vrijheden kan ontwikkelen en kan ontplooien. Je grijpt dus in, positief, je handelt, om ervoor te zorgen dat je een situatie creëert waarin die persoon beter van zijn vrijheden kan genieten. Zo zou je het eigenlijk kunnen omschrijven. Een prachtig voorbeeld is eigenlijk de situatie in de Verenigde Staten, waar eigenlijk al jarenlang een debat is over de Second Amendment. Daarin staat, grof gezegd, the right to bear arms. Het recht om wapens aan te schaffen, om jezelf te verdedigen of degene die je lief hebt. En dat leidt iedere keer als er zo'n schoolshooting is natuurlijk tot hevige verhitte discussies. De Republikeinen nemen het standpunt in wat meer richting negatieve vrijheid gaat, waar de Democraten wat meer het standpunt in nemen wat richting positieve vrijheid gaat. De Republikeinen stellen het volgende. Ik ben een individu, ik bepaal zelf hoe ik mijn geld wil uitgeven en ik bepaal dus zelf of ik wel of geen wapen wil kopen. En als ik de behoefte voel om mijzelf te kunnen beschermen en verdedigen in geval van nood, dan moet ik dus ook gewoon die vrijheid hebben om wapens te kopen, al nagelang mij goed dunkt. De democraat daarentegen die zegt, nou wacht eens even, we hebben wel hele radicale uitwassen met al die wapens. Er zijn school shootings, er zijn vreselijke dingen gebeurd. Laten we nu juist een samenleving creëren waarin deze dingen niet zo makkelijk aan te schaffen zijn. Want wanneer mensen geen toegang meer hebben tot deze wapens, creëer je ook een veiligere samenleving met minder school shootings, waardoor dus mensen veel beter van hun vrijheden kunnen genieten, vergeleken met de situatie waarin iedereen dus maar gewoon zo'n wapen kan aanschaffen. Kortom, deze twee opvattingen staan lijnrecht tegenover elkaar, waarbij de Republikein dus veel oog heeft voor het individu en de vrijheden van het individu in de context van negatieve vrijheid, heeft een democraat wat meer oog voor de context van positieve vrijheid. We moeten juist in zijn algemeenheid een samenleving creëren waarin die wapens dus minder prominent aanwezig zijn. Nou, tot vooralsnog zijn deze twee verschillende standpunten nog nooit met elkaar verenigd geraakt. En ik zie dat eerlijk gezegd ook niet gebeuren. Ook in Nederland hebben we de laatste tijd best wel veel debat. Zeker in de context van de coronacrisis. Onze overheid experimenteert met een corona-app. En ook dat is eigenlijk een vraagstuk wat je misschien wel heel erg goed kan toepassen op het idee positieve en negatieve vrijheid. Is het zo dat ik als individu verplicht zou kunnen worden om deze app te gaan gebruiken, zodat we in zijn totaliteit de coronacrisis wat beter in kunnen dammen? Kortom, mag ik zelf bepalen of ik zo'n app op mijn telefoon installeer en daar gebruik van maken? Zonder dat iemand mij daartoe dwingt of zonder dat iemand ook van mij verwacht dat ik dat doe? Negatieve vrijheid. Of is het zo dat een overheid mij dat kan verplichten, omdat die overheid juist een situatie wil creëren in zijn algemeenheid, waardoor veel meer individuen op de lange termijn beter van hun vrijheid kunnen gaan genieten, omdat namelijk deze crisis veel beter gemonitord wordt en mensen met een ziektebeeld veel eerder eigenlijk uitgepikt kunnen worden. Negatieve vrijheid, overheid, bemoei je niet met mijn privacy, ik bepaal zelf of ik zo'n app wil installeren. Positieve vrijheid, de overheid verplicht mensen om zo'n app te installeren, zet er desnoods een sanctie op als mensen het niet doen, omdat ze weten dat op de lange termijn veel meer mensen hier uiteindelijk wat aan hebben en beter van hun vrijheden kunnen gaan genieten. Ze grijpen in het leven van de mens om ervoor te zorgen dat er meer vrijheid op de lange termijn is. Positieve en negatieve vrijheid, het zijn twee kanten van een medaille en ze zijn lastig met elkaar te verenigen. Kortom, je zult een bepaalde balans nodig hebben uiteindelijk in een land, op de manier waarop je bedrijven leidt, misschien ook wel in je eigen leven of de manier waarop je je kinderen opvoedt,
om positieve en negatieve vrijheid op een goede manier in de juiste mix met elkaar te kunnen gaan gebruiken. In het algemeen zien we dat de wat rechtser georiënteerde politieke partijen wat meer geïnteresseerd zijn in negatieve vrijheid, waarbij de wat linkser georiënteerde politieke partijen wat meer geïnteresseerd zijn in positieve vrijheid. Nou ja, en mocht je er meer over willen weten, lees ook deze essays. Het is een prachtig werk en het is echt heel erg goed geschreven. Nou ja, het is ook altijd veel beter om zo'n werk te lezen dan dat je naar zo'n filmpje van mij kijkt. Dus ik zou zeggen, open het boek en geniet ervan. Heel veel succes met studeren.